Onze gasten vandaag zijn Jacques van Roosmalen, Joost van het Veld, Alessia Lussenburg, Vins van Roosmalen en Maasje van het Veld. En mijn naam is Rietje Barels. Vanuit het klein handelsgebouw in Sommelsdijk is dit de huiskamer. Boudewijn Sensi is al eerder bij ons te gast geweest om ons kennis te laten maken met hun sport. Dit keer komen ze vooral om ons te vertellen over de clinic die ze in september jongsleden gehouden hebben ten bate van het goede doel. Welkom allemaal, welkom Joost, Jacques, Vins, Alessia en Maasje. Jij bent al eerder bij ons geweest, Alessia. Ja. En dat is 5 jaar geleden. Hoe oud ben je nu? 11. Dus toen was je pas 6. Ja. Weet jij nog wat je destijds gedaan hebt toen? Je was met een groepje. Ja, volgens mij was het technieken wat we deden. En ja. En wat ik me vooral herinner was dat er zo ontzettend veel, uiteraard het is Japanse sport, maar dat er allemaal alleen dingen tegen jullie gezegd werden in het Japans. En jullie begrepen dat allemaal. Daar snapte ik niks van. Hoe word je dat dan geleerd? Dan doen we eerst en staan we zo op een cirkel. En dan gaan we, als we bijvoorbeeld moesu budachi, dan moet je zo staan. En dan... En dat gelijk met Japanse woorden erbij? En dan zeggen we een soort van de kaarsstand of zo. En dan gaan we dat gewoon een beetje, heet het, een beetje dooroefenen. Ik vind het knap, hè, jij Maasje? Sinds wanneer ben jij erbij, bij deze sport? Want jij bent nog niet eerder bij ons geweest. Nee, ik denk ongeveer 6 jaar nu. Ongeveer 6 jaar en ja. Jij bent 13, heb ik begrepen. Ja. Dus ook heel jong nog. Ja. En wat maakte nou dat jij dacht, ik wil Budokai Senshi gaan doen? Nou, het is sowieso een hele leuke club. En ook... Ja, maar dat wist je van tevoren niet. Nee. Nee. Nou ja, mijn broer zat er al eerder op. Is jouw broer dan toen bij ons geweest? Ja. Kijk. Dan heeft hij toen de tijd met zijn voet stenen doorgeslagen of zo, doorgetapt. Ja. Ja? Was dat toch? Ja, was hij dat? Volgens mij wel, ja. Ja, ontzettend spannend, ja? Ja. En dat heeft jou daartoe aangezet om ook deze sport te gaan doen? Ja, ik vond het gewoon altijd best wel leuk en zo. En toen dacht ik van ja, ik ga het gewoon proberen en ja, ik vind het gewoon superleuk. Maar, dan ga ik straks aan je vader vragen, want jouw vader is Joost. Ja. Ik heb daar straks al even gehoord dat jij over een poos iets heel bijzonders gaat doen. Ja, nou, klopt. Dat ga ik dan straks aan hem vragen. Oké. Maar, Vins, ja? Jij bent... 5 jaar erbij. 5 jaar, niet te geloven. En hoe lang doe jij het al? Ongeveer al 2,5 jaar. Dus jij wil zeggen dat je nog maar zo'n jongetje was toen jij die sport al ging doen? Wordt niet gevaarlijk dan? Nee. Helemaal niet? Nee. Wat zei je tegen papa? Zei papa, je moet het wel gaan doen. Of vond je het zelf heel leuk? Ik vond het zelf heel leuk. Zelf heel leuk. En weet jij nou wat je hier gaat doen? Wat je hier met die enorme handschoenen straks gaat doen? Wie ga jij daar een paar dreunen mee verkopen? Papa! Papa, maar je gaat nog iets doen. Maar dat doe je met een knie straks. Wat is dat? Wat? Nou, met die steen. Oh ja. Wat is dat? Wat ga je ermee doen? Bedenken. Jij gaat er 1 doen, hè? Ja, ik. En jij, Alessia, gaat er 2 doen? Ja, 2. Maar jij doet het met je hand? Ja. En dan moet je, begreep ik, flink knijpen en dat is om extra kracht te zetten, hè? Ja. En jij, Maasje, ja, je bent weer een paar jaar ouder, jij gaat er 3 doen. Ja. En als je 16, 17 bent, wordt het dan 4? Of moet je dan met je benen gaan doen? Ja. Ik denk wel dat er steeds meer worden, ja. Zit er wel dingen in, hè? Dadelijk 20. Zou dat kunnen? Nee. Nee, ik denk het ook niet, hè. Ik denk het ook niet. Dan denk ik dat we nu even met jullie stoppen. En dat jullie nu even bij mama mogen gaan zitten. Ik heb geen mama. Nee, ja, jij je vader. Heb je geen mama? Ja, die zit thuis. Hij heeft geen mama. Die heb je hierbij. Joost en Jacques, overgebleven. Ja.
Ja, zo gaat dat, hè? Het is televisie, hè? Dat verdwijnt en komt net zoals het uitkomt. Schifting, ja. Jullie hebben een clinic gegeven. En vertel eerst eens, wat is een clinic? Ja, een clinic is eigenlijk een groot evenement, een groot sportevenement in dit geval. Waarin we een bekend iemand, in dit geval Ernesto Hoost, hebben gevraagd om zijn kennis met ons te delen. Dus het gaat niet alleen om het sportieve element, maar ook om het leerelement van ja, de master himself. Hij geeft een les en hij geeft praktische tips waar je in de praktijk wat mee kan. Dus echt een echte meester of zo op dit gebied. Ja, Ernesto Hoost is echt, die is viervoudig wereldkampioen K1. En destijds was dat nog een achtmanstoernooi. En dan moest hij op één avond moest hij minimaal drie partijen. Hè, en dat waren meerdere rondes. Met drie partijen bedoel je dat hij het op moest nemen tegen drie verschillende? Ja, je begint met acht mensen en dan worden het er vier. En dan ga je zo richting de finale. En dat is allemaal op full contact basis, dus het kickboksen. En dat is gewoon een geweldige sportprestatie en hij heeft hem vier keer weten te winnen. Dus dat is echt wel een hele grote... Hoe heb je die dan weten te strikken? Ja, eigenlijk was het idee... Want waar woont hij dan? Het klinkt Nederlands, Ernesto Hoost, maar... Ja, hij woont in Nederland. Dat maakt het iets eenvoudiger. In Heemskerk woont hij. Maar hij reist natuurlijk wel heel veel rond, dus hij moest wel een beetje geluk hebben dat hij op dat moment ook in Nederland was. Maar tussen bedrijven door woont hij in Nederland, dus dat maakt het wel iets... Maar wat maakte dan dat hij zich wel wilde verbinden aan deze clinic? Nou ja, eigenlijk hadden wij van begin af aan, begon Joost erover van, joh, ik zou heel graag Ernesto willen hebben. Ja, want het oorspronkelijke idee is van jou gekomen? Ja klopt. Ik wilde met mijn gezin een reis naar Afrika maken en op die route, daar lag een project, Rhodia Valley, ooit opgestart door een Nederlands artsen-echtpaar, waarbij weeskinderen, die weeskinderen opvangen, zeg maar, en een dorp ondersteunen. Daar zouden wij langskomen. Dus toen rees mij eerst het idee om daar iets met de kinderen te gaan doen. Ja, dat is klasse dat dat wel welkom was. Dus daar iets met een activiteiten met de kinderen te doen. Terwijl we meer verdiepten in het project, wilde ik daar gewoon niet met lege handen aankomen. Dat was eigenlijk het idee. Dus ik denk, we moeten iets verzinnen om geld in te zamelen, dat we daar wat kunnen overhandigen. Maar voordat je naar Afrika ging, wist je dus al dat dat echtpaar Kos, hoe heet Koch, het? Ja, Koch. Dat die daar waren, dat wist je van tevoren? Ja, dat wist ik van tevoren, ja. En toen ben ik me daar meer in gaan verdiepen en toen vond ik het zo'n prachtig project. Ik denk, daar moet ik iets mee gaan doen. En toen heb ik met Jacques overlegd van, nou, kunnen we misschien vanuit de club daarin iets betekenen. En zo kwam het idee om een clinic te organiseren, om daarmee geld in te zamelen. Dat we dan daarna in oktober daar konden overhandigen. Maar nou, dan ga je een clinic geven en dan denk ik, hoe organiseer je dat? Hoe bepaal je waar gaan we dat doen? Wie nodigen we daar verder voor uit? Zijn er dan tegenstanders? Zijn het allemaal demonstraties? Hoe werkt dat dan? Wat doe je dan? Nou ja, allereerst gingen we natuurlijk op zoek naar een accommodatie. En Joost heeft daarvoor de Gooi benaderd in Dirksland. Want we wilden natuurlijk zoveel mogelijk van het geld wat er binnenkwam ook daadwerkelijk naar het project laten gaan. En de Gooi die stelde zich heel bereidwillig op, want die heeft eigenlijk gratis de zaal ter beschikking gesteld. Dat vroeg ik me nog af. Hoe gaat dat was, dan met die kostenbaten dingen? Nee, die stonden direct... Daarna hebben we ook onderling met elkaar afgesproken met Ernesto. Van nou ja, hij vraagt altijd een vergoeding en die is best wel flink aan de prijs. En wij hebben op een gegeven moment samen gewoon een prijs bepaald van joh, dat willen we er uiteindelijk voor uitgeven. Dan gaat er zoveel mogelijk. Ga je onderhandelen met de meester? Ja, uiteindelijk gaan we daarmee... Ja. En we kwamen uiteindelijk op een heel mooi bedrag uit en toen besloten wij van de club zelf, van Budokai Essentie, dat bedrag dan ook daadwerkelijk te betalen, zodat nogmaals zoveel mogelijk van die opbrengst weer daar naartoe ging. Dus jullie, als ik goed begrijp, de club, jullie vereniging heeft dan dat geld voor Ernesto betaald en alles wat er binnenkwam voor het goede doel, dat ging ook echt naar het goede doel. Iedere euro is daarin gegaan. Dus dat is, dat is heel mooi. Want ja, dat is heel mooi. Ja. Anderhalf uur lang hebben we 100 karat. Hoe noem je? Oh, ik zeg het zeker weer verkeerd. Karateka. Ja. En kickboxers. En kickboxers getraind onder leiding van die Ernesto ook, hè? Dat wat je net vertelde. Ja. Hij is dus niet één van jullie, maar echt een grootheid in de sport. Binnen de sport. Ja. En wat heeft het uiteindelijk opgeleverd? Het eindbedrag wat we ook konden overhandigen, dat lag op 3342 euro. Wauw. Ja. Daar kunnen ze waarschijnlijk ongelooflijk veel mee doen. Daar kunnen ze heel veel mee doen, ja. Wisten zij trouwens in Afrika dat jullie die clinic gingen doen? Ja, een beetje wel. Ze wisten niet in wat voor vorm. Ik had wel van tevoren gevraagd of eerst met de activiteiten daar ter plekke en daarna ook aangegeven, nou,
Ik zou eigenlijk wel iets voor jullie willen doen. Ook aan hun wat informatie gevraagd, fotomateriaal, dat ik er ook iets kon laten zien aan de mensen. Om ze enthousiast te krijgen voor de kliniek en voor het goede doel. Maar het eindbedrag, dat hoorden ze pas toen we het gingen overhandigen. En dat ben jij ook gaan doen, hè? Ja, dat ben ik met mijn gezin. Met Maasje was er ook bij. Zijn we in oktober daarheen gegaan. Ja. En dat was heel bijzonder, absoluut. Het is echt een heel indrukwekkend project. Als je ziet wat ze daar nu in 10 jaar... Je hebt er ook foto's van, hè? Van dat project. Ja, ik heb wat foto's meegenomen. Ze zijn met niks begonnen. En nu in ongeveer 10 jaar staat er een enorm... vooral gericht op duurzaam en zelfvoorzienendheid. Een project met waar ze 40 weeskinderen 40 kinderen? Op locatie hebben. En voor de rest we hebben er net een paar hier gezien, hè? Maar ja. Moest er 40 de hele dag. Ja, en dan zorgen ze eigenlijk ook nog gewoon voor het dorp zelf. Ze hebben daar de school gesticht, werkgelegenheid binnen het dorp. Ze zeggen van, want dat houdt niet op natuurlijk bij dat weeshuis, hè? Want dan zijn er misschien kleine kinderen aanvankelijk. Maar die groeien op, dus dan moeten ze naar school. Dan moeten ze een school bouwen waarschijnlijk. Ja, hebben ze gedaan. Ja. Dan zal er... Eerst een lagere school, ze zijn bezig met een... ziekenhuis, of weet ik het, hoe gaat dat? Het is een artsen-echtpaar die het heeft opgezet. Dus wat medische zorg betreft zit ze natuurlijk wel meteen goed. Maar dat komt er allemaal bij kijken. Ja, eigenlijk alle basisbehoeften. Zorg, scholing, een veilig onderkomen. En dat is daar gewoon van belang. Want weeskinderen daar hebben gewoon niks. Worden echt letterlijk aan hun lot overgelaten. Er is echt niemand die daarvoor zorgt. Dus ja, al die basisbehoeften, die vinden ze daar bij de familie Koch. Maar dan kom je weer bij, dan ben jij dus, hè? En hoe ga jij dan bepalen van die groep laat ik dit doen en die groep gaat dat doen? Ik bedoel, die hele jongen, net als jouw zoon, dan 5 jaar. Ja. Hoe lang hebben jullie de kliniek? 1,5 uur dus? Ja. Maar daar houdt het niet bij op. Dat is waarschijnlijk van tevoren ook nog trainen, selecteren. Nee hoor. Kijk, we hebben het wel gewoon gedaan van iedereen is gewoon welkom. Ernesto die gaf ook wel aan van ja, leeftijdsverschil, kwaliteitsverschil en hoe gaan we dat opvangen. En wij zijn gewoon zelf als instructeurs gewoon rond gaan lopen en we hebben gewoon zoveel mogelijk begeleid. Hij gaf de informatie en wij zijn daadwerkelijk gewoon ermee aan de slag gegaan. Kwam er van hem dan niet de vraag van ik wil graag dan dat er dat en dat, de karateka's... Karatekaas. Ja. Het klinkt toch niet, hè? Karatekaas. Klinkt als muziek in de oren. Ja, ik wou net zeggen. Klinkt wonderlijk. Ik hoor niks geks. Werden daar door hem voorwaarden gesteld? Dan wil ik er zoveel van dit of zoveel van dat. En die moeten dit en die moeten dat. Hij stelde zich deze avond gewoon echt helemaal in dienst van... van de kliniek, van het goede doel. Dus het was hij heel flexibel in. En dat deed hij ook. Echt heel goed. Ja. Het was echt wat bedoel je daarmee? Deed hij gewoon iets? Het was niks. Het was dus een les die hij leidde de les, maar het was een les voor die leuk was. Voor alle groepen, voor alle groepen. Ja. Dus het was voor alle leeftijden gewoon leuk. En het was voor alle disciplines leuk, hè? Want de karateka waren er, maar er waren ook kickboxers, waren boxers. Het was voor iedereen te volgen en voor iedereen gewoon goed te doen. Ja, en vooral gewoon qua sfeer goed, weet je. Het zegt niet als jij wereldkampioen bent dat je ook een wereldlesgever bent. Je moet gewoon gevoel hebben voor mensen, je moet weten hoe je ze kan motiveren. Dat had ook een enorm ego kunnen zijn, wat voorwaarden stelt, absoluut. Gekund natuurlijk. Nee, was absoluut niet zo. Je hebt er gewoon een geweldige sfeer neergezet en Vince is daar zelf ook aan gewoon. Die heeft gewoon de hele avond meegetraind en die was na 1,5 uur nog super enthousiast. Dus, ja, want dat heb je waarschijnlijk met die kleintjes, hè? Want we hebben van jouw dochter gehoord en van Maasje, die zijn dan toch... kunnen op een gegeven moment moe zijn, ja. Door de inspanningen die ze geven. Maar dat jong dat heeft, daar hebben kinderen waarschijnlijk helemaal geen last van. Nee. En dat is ook logisch, want laten we eerlijk zijn, overdag spelen ze ook uren buiten. Ja. Dus die hebben er waarschijnlijk veel minder last van. Hoe trainen jullie nou, want Vince heeft dus 1 steen doorgeslagen, Alessia 2, Maasje 3. Hoe train je die jongeren van, mag jij beginnen met, Vince deed met zijn knie, hoe train je ze? Ja, want het lijkt me ook echt eng, ik meen het. Ik vond het heel eng om die kinderen dat te zien doen. Ja. Omdat ik denk, doe vreselijk pijn, je zal misgaan. Ik moet er niet aan denken. Nou ja, je hebt net ook een stukje Kion gezien van Maasje. En daarin worden de technieken eigenlijk geoefend. Dus voordat we het überhaupt gaan hebben over stenen, gaan we eerst gewoon de techniek in de lucht oefenen. Dus dat slaan, dat doe je eerst? De elleboog die komt daadwerkelijk gewoon uit een Kion oefening, de Hijo Roshiate. Dus die komt van boven naar beneden, moeilijke naam weer. En die oefen je eerst in de lucht, totdat je hem goed genoeg geperfectioneerd hebt.
En dan kijken we gewoon altijd naar, nou ja, wie staat er en hoe oud ben je? Ook een beetje, wat is je lichaamsgewicht? Wat kan je hebben? En dan is het op een gegeven moment toch gewoon doen. Want dat is ook voornamelijk de stap die we ze mee willen geven. En ik denk er enorm vertrouwen ook, hè, in degene. Ja. Want ik heb wel gezien, jullie leggen ongelooflijk secuur worden die stenen neergelegd. Hè? Ja. Dat luistert waarschijnlijk echt bijna op de millimeter. Ja, ja, absoluut. Ik heb op het moment dat je een steen een klein beetje oneven hebt, dan is de kracht niet zo verdeeld dat hij recht door het midden gaat. Maar dan gaat hij een klein beetje wankelen en dan kom je er niet doorheen. Ja, maar die zoon van jou en Lisanne, Alessia en Maasje, die deden niet één, maar die stenen die breken echt in meerdere stukken. Ja, ja. Hoe komt dat dan? Is dat dan de extra kracht die ze daarop zetten? Ja, ja, dat is wel uiteindelijk gewoon een stukje durf om het ook daadwerkelijk te doen. We hebben wel eens gehad dat als we een breekoefening, en we hebben dat zelf ook wel eens gedaan, dat de stukken een paar meter verderop liggen. Dus dat is wel een grote explosie van kracht. Maar er zit heel veel in durf en in vertrouwen hebben dat je het ook kan. Nou, ik denk vooral heel veel vertrouwen ook. Want ja. Ik kan me herinneren de vorige keer dat jullie er waren, twee senioren, die jongens die er waren, ja. Die gingen toen ook met haar voet. Die moesten heel omhoog dat been en hebben een enorme knal ook tegen die stenen aan. Ja. En dat was, ja, het is echt, nee, het is heel indrukwekkend ook om te zien, hè, ja. Voor ons. Het is onbegrijpelijk dat het lukt, maar ging een enorme precisie aan vooraf ook, ja, hè. Absoluut. Het is niet gewoon even gaan staan en zo, want jij gaf ook, meen ik, de aanwijzingen, ja. Of je gaf het sein wanneer er geslagen mocht worden. Nou ja, je zet het in een bepaalde positie neer, het moet allemaal kloppen, het is net wiskunde, dus het moet precies op die twee knokkels uitkomen als je het met een stoot doet. Je schouder moet er precies achter zitten, je moet je lichaamsgewicht mee, hij moet precies in het midden zitten, er moet niet een klein beetje van links naar rechts gaan, hij moet er doorheen, dus hij moet het niet daarvoor ophouden. Nou ja, dat zijn allemaal facetten die van belang zijn op het moment dat je wat gaat breken. En klopt één van die dingen niet, ja, dan breekt er wel iets, maar dat is waarschijnlijk niet het materiaal. Nee, en hoeveel jaar bestaat die sport nou al? Want ik dacht ondertussen, dacht ik, dat kan niet anders dan als ze eenmaal een bepaalde leeftijd hebben, dan krijgen ze last van de knieën of ze krijgen last van de ellebogen. Ja, sporten heel lang en eigenlijk ook gewoon in iedere rangen en standen en iedere leeftijd. En dat is juist wel heel erg mooi om te zien, want je traint je lichaam om sterker te worden. En daardoor doe je niet echt hele gekke dingen. Want ja, als je gaat zeggen, ik breek wel eens twee hommelknuppels in een demonstratie. Ja, dat laat je iemand met een witte band niet doen. Daar ben je naartoe aan het werken geweest en uiteindelijk heb je dat gedaan. En is je lichaam ook sterk genoeg om dat te doen. Dus het is wel juist heel gaaf om te zien. Want ik ken heel veel karateka's ook op een latere leeftijd die nog prima in staat zijn om te breken. Maar ook nog gewoon prima in staat zijn om gewoon een rondje te gaan lopen zonder dat de knieën tegen gaan werken. Lijkt me ongelooflijk. Ja. Hoeveel uren trainen die jongelui? Afhankelijk van leeftijd en afhankelijk van inspiratie, wat willen ze bereiken? Als je het over wedstrijden hebt, dan moet je eigenlijk wel vanuit gaan bij jeugdleden dat je minimaal 3 keer in de week 1,5 uur aan de slag gaat. En voor senioren is dat wel 6 keer in de week, waarvan je ook meerdere dagen wel 2 keer op een dag aan de slag moet. Dat moet wel te combineren zijn met je studie of met je gezin, hè? Ja, dat klopt. Hoe zit het bij jou dan? Want je bent getrouwd, hebt nog een zoontje. Ja. Is jouw vrouw destijds was je moeder erbij betrokken? Ja. Is jouw vrouw ook hier zo fanatiek in? Nou, die is sinds kort ook betrokken bij de club. Maar eigenlijk, ja, het hele verhaal Budokaisensie is gewoon verweven in het gezin. Alles draait erom. Hè. We hebben ook gewoon elkaar. Maar we zijn eigenlijk 24 uur per dag zijn wij met z'n allen bezig met Budokaisensie. Maar ik vond het wel heel leuk om te horen van tevoren toen we er even stonden, dat jouw andere zoon, die heeft er niks mee, hè? Nee, dat klopt. Die heeft er helemaal niks mee. Die heeft helemaal niks mee. Die arme knul moet wel iedere keer toch altijd maar mee? Nee, zeker niet. Ik heb ook een hele lieve oppas die altijd, waar hij ook graag naartoe gaat. Soms nog liever naar zijn eigen vader en moeder. Dus nee, dat vindt hij, die vindt dat helemaal prima. Okay. En ik vind het ook goed. Weet je, ik heb ook altijd van begin af aan gezegd, vind ze enthousiast voor de sport? Daar ben ik heel blij mee. Maar als hij het morgen niet is en hij wil gaan voetballen, dan gaan we gewoon naar voetbal toe. Dan is het ook goed. En hoe zit het bij jou, Joost? Ja, maar eigenlijk hetzelfde. De Maasje die is nog steeds heel fanatiek. Maar Gijs, die dus de vorige keer er nog wel bij was, nou, die heeft nu de leeftijd bereikt. Die is nu hoe oud? Die is nu 15. Ja. En die heeft eigenlijk net zo'n beetje de beslissing genomen dat hij nu weer wat anders wil proberen. Nou, ja. Maar beetje jammer, maar ja, wel heel begrijpelijk. Nee, weet je, we zullen nooit zeggen van je moet of... Nee, maar als goedmakertje gaat Maasje binnenkort iets heel bijzonders doen. Ja, ja, dat staat los van karate, maar het is wel heel stoer. Ja. Vertel. Nou ja, ze heeft zich opgegeven om mee te gaan met Edukans. En dat komt vanuit school en iedereen kon zich daar opgeven om mee te gaan naar een project in Malawi.
En van al die kinderen die zich opgaven, zou er uiteindelijk één. En wat voor project is dat dan? Van de stichting Edukans, dus dat is naar de meisjes daar toe in die dorpen. En met name gericht op onderwijs. Eigenlijk het gebrek aan onderwijs en wat daaraan te doen. En, maar wat ik gewoon heel cool vind, ze is 13 jaar, maar ze heeft het helemaal zelf opgepakt. Vanaf de eerste sollicitatiebrief tot en met het maken van de presentatie, tot de eindinterviews, alles heeft ze zelf gedaan. En ze kreeg vrijdag te horen dat zij de uitverkoren is. Dus ze gaat in februari in de eentje op reis naar Malawi. In de eentje? De nou ja, maar in de eentje, maar ik bedoel zonder de familie. Dus wij wel met onderbegeleiding met iemand van Edukans. Ik denk zou ze ook nog doen hoor. Dat zou ze ook doen. Maar koekoek geloof ik. Ja, je stuurt een kind van 13 toch niet in de eentje naar Malawi toe? Nee, ze gaat met iemand van Edukans. Maar ik bedoel zonder Malawi naar Malawi? Malawi. Malawi. Dat ligt eigenlijk net onder Tanzania, waar we net waren. Dus het is. En papa gaat niet die kant ook heen in die maand. Nee, dat zou papa wel heel graag willen. Misschien kan ik een excuus vinden, maar op dit moment staat dat niet gepland. Nee. Onze tijd zit erop, heren. Ik dank jullie heel hartelijk voor je komst. Heel veel succes nog. Ik weet niet of jullie nog doorgaan met geld inzamelen voor dat goede doel. Of zeg je, dit was één keer, eenmalig, een flinke stoot. En we gaan nou voorop naar het volgende of zo. Ja, ik denk dat laatste. Ja, maar we zijn altijd wel gewoon creatief. We zijn er altijd mee bezig. Dus we hebben een nieuw goed doel. Er komt zeker weer een nieuw goed doel. En daar gaan we weer helemaal voor. Heel veel succes daarbij. Dankjewel. Blijf nog even zitten. Dan ga ik afsluiten. Ja. Dat was het voor deze week. En volgende week ben ik terug met andere gasten en een ander onderwerp. En als u thuis nu denkt, ik heb een activiteit, een hobby of een onderwerp waarover ik graag eens met haar van gedachten wil wisselen, neem dan contact met ons op. Dat kan via huiskamergo@kpnplanet.nl. En deze uitzending is terug te zien via de lokale zender Slogo, maar ook via Ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1371. En daarnaast ook nog eens een keer via de site www.huiskamervanvlakke.nl en via mijn eigen Facebookpagina. Tot de volgende week. Dag!